Mijn opa was Surinaams en eigenlijk wil ik meer weten over die geschiedenis. Ieder jaar zijn er een aantal artiesten ambassadeur van de vrijheid. Dit jaar zijn dat Cloud, Fleming, Samieu en Wende. En om zich goed voor te bereiden op dat ambassadeurschap duiken zij in aanloop naar 5 mei in bijzondere verhalen die gaan over vrijheid. Ik ga met ze mee. Vandaag is het de beurt aan Fleming en we zijn in, hoe kan het ook anders, Amsterdam. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Amsterdam. We boeken een suite aan de overkant. Hoi. Hoi. Fleming. Hoi, ik ben Simone. Aangenaam. Wat een bijzondere plek om elkaar te ontmoeten. Zeker, ja. Prachtig museum, heel veel geschiedenis. Dus ik ben heel erg benieuwd... wat we hier allemaal gaan leren natuurlijk ook. Ja, want jouw ambassadeurschap, dat brengt jou vandaag hier. Wat ga je doen? Klopt, ja, ik ben kwart Surinaams, dus mijn opa was Surinaams. En eigenlijk wil ik meer weten over die geschiedenis. Waarom is hij naar Nederland gekomen? Hoe is dat in Suriname begonnen? En ja, hoe heeft hij mijn oma ontmoet? En mijn moeder is geboren en zo ben ik geboren. En ook gewoon, waar komt de muzikaliteit vandaan? Want ik weet dat het eigenlijk van mijn opa's kant komt. Dus ja, veel vragen en hopelijk veel antwoorden. Ja, want dat jij Surinaams bloed in je hebt, dat is misschien niet iets wat veel mensen weten of verwachten? Nee, klopt. Het is niet echt te zien. Alleen ja, als je mijn moeders achternaam Sukai hoort, dan wel. En ik word ook wat sneller bruin in de zomer, dus dat is ook een voordeel. Maar nee, het is niet echt iets wat heel erg opvalt, laat ik zo zeggen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland van mijn leeftijd die toch kwart zijn of half zijn. En ben benieuwd waar dat dan natuurlijk allemaal vandaan komt. We krijgen zo een rondleiding hier. Is er nou één vraag die je hoopt dat ze hier kunnen beantwoorden? Ik vind het natuurlijk ook wel heel gaaf om een beetje de muzikaliteit te weten te komen uit Suriname. Van hoe is daar de muziek ontstaan? En want, zo heb ik het wel, denk ik, in mijn... genen gekregen, dus ja, ik ben benieuwd. Nou, we moeten maar op zoek. Gaan we doen, zeker. Want het is niet zo dat je helemaal geen informatie hebt, hè? Je hebt best wel nog wat tastbare dingen van je opa. Klopt, ja, mijn moeder heeft heel veel bewaard, dus dat is wel leuk. Ik heb hier ook bijvoorbeeld zijn ticket eigenlijk voor Paramaribo naar Nederland. Wow. Dus toen hij naar Nederland kwam. En wanneer was dit? Dit was 1957. Ja, één persoon. Ja. En en natuurlijk veel foto's met mijn oma samen, dus dat is ook wel heel leuk om te zien. Geweldig. Ja. So we're in the exhibition Our Colonial Inheritances, or Ons Koloniale Erfenis. And I think there are a few stops throughout this exhibition that will help you answer some of the questions that you have about your family legacy, your great-grandfather in Suriname. So behind you we have slavery, resistance, and resilience. So we're talking about the end of slavery in the Dutch Empire that happens in 1863. Mm-hmm. But with a stop to slavery meant there was a gap in the labor, and someone had to come in and do that labor. And what happened was that they ended up recruiting labor from other places to come in and work on plantations. And that labor was mostly recruited from India, from Java, and from China. And that was the kind of beginning of the legacy of what we say Indian contract labor in English, or Indian indentured laborers that came. So I wanted to share with you these objects and this story as well. If I talk about chutney soca, soca music, are you familiar with soca music from Trinidad? I don't know the names, but ik weet zeker, mijn opa draaide altijd in, terwijl hij aan het koken was, draaide hij altijd Hindustaanse muziek. Dus het kan heel goed zijn dat het een van die stijlen is. Hier, mijn moeder stuurt nu deze. Dit luisterde mijn opa altijd bijvoorbeeld in de keuken. This song is amazing. Dit luisterde hij in de keuken. So, what this is very old Bollywood music. This comes from the golden era of Bollywood. This song is sung by Asha Bhosle. She's the queen, basically one of the queens. Asha. Oh, really? Yeah. I think that she might be named after Asha Bhosle. Because this section is actually about how to feel at home. Yeah. So that's why we have music in here, Bollywood in here, all these kinds of cultural things that have traveled. And people have also made their own in different places. Moeder appen nu ook Asha Bhosle, daar ben ik naar vernoemd. Zie je? Ja, gelijk, ja. Absolutely. Ja, Kishore Kumar was een van zijn lievelingszangers. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Vanavond is
volgens mij ben je ontzettend veel te weten gekomen. Wat is je meest bijgebleven? Dat het Hindoestaanse dus echt komt uit Oost-India. En met de boten allemaal. En vanaf 1920 dan natuurlijk de vrijheid om eigenlijk meer te gaan en staan waar ze wilden. En dat mijn opa dan dus waarschijnlijk dus voor studie of voor werk hier naartoe is gekomen. Ja. En de muziek, de Bollywood muziek die ik natuurlijk in de keuken hoorde. Nu de link dat het dus Bollywood was en dat dat ook de Hindoestaanse mensen en Surinaamse mensen ook veel kracht gaf. Dus ja, heel erg veel geleerd vandaag, dus daar ben ik heel blij om. Je hebt het niet van een vreemde. Nee, zeker niet. We hebben ook wat muziek gehoord. Heb je vandaag nog wat inspiratie gekregen voor nieuwe nummers? Nou, ik was vooral een keer aan het luisteren naar alle mooie geschiedenislessen die we hebben geleerd natuurlijk. Maar ik weet niet, misschien een keer een mooi Surinaams instrument gebruiken in een liedje. Of ik heb al wel een idee met een titel van een Surinaams zin om ooit een keer te doen. Ja, ik denk niet dat je deze meekrijgt. Nee, denk het ook niet. Dankjewel. Top, graag gedaan.